Met een oproep aan de burgerluchtvaartorganisatie voor meer steun in de zaak van ramp MH17. Ja, het zou toch fijn zijn als de nabestaanden van die 298 slachtoffers eindelijk eens gerechtigheid zouden krijgen. Maar we weten dat Rusland in deze zaak ook dwars ligt. En daarom deed minister voor Infrastructuur Mark Harbers gisteravond een oproep tijdens een bezoek aan die luchtvaartorganisatie ICAO. En hij zei: steun ons om Rusland weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Er loopt namelijk een klachtenprocedure tegen Rusland omdat het land weigert verantwoording af te leggen voor het neerhalen van vlucht MH17. Met een Russische boekraket natuurlijk. En ze betalen voorlopig ook geen schadevergoeding aan de nabestaanden. Harbers zei gisteravond dat alle aangesloten lidstaten bij de ICAO de veiligheid van de burgerluchtvaart moeten waarborgen. En daarom zou de raad die daarbij hoort deze zaak moeten oppakken en Rusland weer terugzetten aan die tafel. Ja, heeft dit zin om via die organisatie dan de druk op te voeren? Nou, er wordt door Rusland op dit moment sowieso niet onderhandeld. Nee. En de erkenning van MH17 en de Russische rol daarbij heeft Rusland tot nu toe ook voortdurend geweigerd. Hij moet het doen. ICAO is de organisatie in Montreal in Canada waar alle civiele afspraken en de overheidsafspraken met betrekking tot de luchtvaart in de wereld worden geregeld. Dus het is heel belangrijk van Nederland om daar steun te blijven houden en ook te verwerven om MH17 hoog op de agenda te zetten. Dus ik snap dat Mark Harbers dit doet. Ik wens hem heel veel succes, maar ik denk niet dat we er heel veel van moeten verwachten op dit moment.